Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Nee, het is dinsdag. Het is vandaag dinsdag. Wij zijn nog in Nederland, nog 2 dagen dadelijk, na vandaag. Of ja, vandaag meegeteld en woensdag zijn nog 2 dagen. Donderdag gaan we al terug richting Hongarije. Dus dat betekent heel vroeg uit te veren om de honden rustig te kunnen uitlaten. Hier in Nederland is het natuurlijk veel drukker overal. Als dat ik gewend ben, dat was Ridgeback. Als ik gewend ben vanuit Hongarije, daar kom je gewoon niemand tegen. Maar dat is niet erg. Ik loop hier lekker langs het veld. Hier loopt een beek, daar gaan er wat honden rond. Ja, onze morning run. Ze zijn heel druk. Echt heel druk. Omdat we hier naast die beek lopen. En water betekent voor hun feest. Dus ik ga de camera even aan de kant doen. Een beetje beter op hun letten. En dan zal ik wat beelden maken. En vanmiddag gaan we richting een goede vriendin van mij. Zij is hondenfotograaf. En Fender heeft een fotoshoot. Maar dat is iets voor straks. Nu eerst lekker wandelen. Kom! Hallo Bowie! Rennen Bowie! Het is tijd om richting Neerbeek te gaan. Fender heeft daar zijn fotoshoot bij Chica's Klik, oftewel Sandra, een vriendin van mij. Een andere vriendin, Joël, die komt daar ook naartoe. Zij is van het hondenhalsbandenmerk Tribe of Tree. Kijk, Fender heeft een aan. Heel mooi. Dus als je een halsband hebt en bij me wil, zou ik zeker even kijken op die site. En als je foto's wil met je hond of van je hond of een ander huisdier. Paarden doet ze ook volgens mij een klein beetje. Dus in ieder geval, als je foto's wil van je beestjes of met je beestjes, neem een kijkje bij Sandra. Maar dat is genoeg reclame. Ik zal hun gegevens even in de beschrijving zetten. Mochten jullie daar interesse in hebben. Voor mij is het nu tijd om richting Neerbeek te gaan. Want anders kom ik te laat voor Fender zijn fotoshoot. Ik heb nu nog een klein kwartiertje de tijd om daar te komen. Of ja, we hadden afgesproken om 3 uur en het is 3:15. En het is ongeveer 25 minuten rijden vanaf hier. Dus ik ga maar schouw gas geven en we gaan richting Neerbeek. Kom! De binnen ook? Dat is de kleur, denk ik. Misschien wel, ja. Ik denk het ook zo. Ja, super. Het is super rood, maar alleen minder. Fender, wat ben jij aan het doen? Ja, het is precies een hond voor op een dagdagelijks zoek. Ja, pas nou. Ik bedoel, die van mij, die is in... Kijk, kijk dan waar zitten. Kijk, oh, ja mooi.
Anders fotoshoot, die zit erop. Ik loop nu met de honden in het veld waar ik van de week ook ben geweest toen het donker was. Kijk, nu kun je het beter zien. Daarachter is de ring. Lekker drukke straat. En hier in dit weiland liepen wij dan vaker. Nu ook weer. Ik heb de honden hier net even gevoerd. Dan kunnen ze nu lekker rennen. Want we zijn vandaag alleen maar on the go. Als ze hier gegeten hebben en even lekker hebben gelopen, gaan we Pascal oppikken. Bij zijn moeder. En dan gaan we weer richting de Brunsum rijden. Want we hebben er afgesproken met twee van onze puppies. We hebben twee nestjes gefokt. En één pupkoppel, of één pupper, twee pupkoppels eigenlijk uit één gezin. Die hebben twee hondjes, één uit ons eerste nest en één uit ons tweede nest. Toen we hier nog woonden, gingen we daar altijd mee wandelen. En die kijken ook deze vlogs. Dus hallo, Justo en Simone en tot zo. Maar als de hondjes hier klaar zijn, dan gaan wij lekker die kant op. En dan gaan we nog een keer wandelen. Dus de hondjes die hebben niks te klagen vandaag. Die zijn echt wel een paar uur aan de wandel geweest. En dat is volgens mij helemaal niet erg. Kijk, daar zijn er een paar nog even bezig met eten. En Mac en Ravi die rennen allemaal daar achter rond. Daar. Die hebben geen tijd om te eten. Dat duurt allemaal te lang en dat is saai. Die moeten rennen. Maar ik ga mijn camera even wegdoen, want het begint te regenen. En dan pak ik jullie tot dadelijk wel bij als we op de Brunsum rijden zijn. Nou ja. Goed, heel goed. Kom. Lekker blaffen! Morgen, ik zit weer in de auto samen met de hondjes. Je ziet verder daar, maar de rest is er ook. Ik ga richting het bos in Zoetendaal, waar ik voorheen ook veel heb gewandeld, waar ik afgelopen week met mijn vader ben geweest. Dit keer ga ik samen met een andere vriendin, Anke, en haar staffertjes. Die hebben jullie al eens gezien in de vlog, maar toen waren ze nog zo klein. Echt heel schattig waren ze toen nog. Dus ik ben heel benieuwd hoe die pupjes er nu uitzien. Volgens mij zijn ze nou bijna 5 maanden, als ik het goed zeg. Maar ja, ik ga gewoon rijden en dan zien we ze vanzelf. Voor mij over een half uur, voor jullie over een seconde. Dus let's go. Zeg maar, ik ben al. Maar Anke is er nog niet aan. Dan moet Boei even wachten, toch? Ja. Je bent super braaf in de band. Ja. Wat zijn dat, Ben? Wat is dat? Kijk jij nog in het hoofdje? Zeg, ik denk dat ze niet zijn. Oh fuck, wat doet deze hond? Nee. Ja, wat doet die gek, hè? Oh leuk, jij doet klik klik klik. Ja, hallo. Hallo tante Lee, zullen we vechten? Kom Lee, we gaan spelen, dat doen Stafford baby's ook. Goodbye, Zetter. Oei, dat is diep. Kom, lekker door de pratsch. Eeuw, eeuw, eeuw. We zitten in de knop, jongens. Het is toch ook echt? Dat is toch ook? Jij komt elke week naar mij en ik kom elke week naar jou. Hoi Toetie! Wacht! Ja. Hoi mama! I love you mama! Ik heb een witte.
Ja. 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 Die komt wel heel kort bij. Hoe was je nou? Bibi van door. Joehoe! Hoi Shakti! Hoi Border Collies, hier is ik! Hoi Vandoor! Hoi Border Collies! Dat was een beetje een ding. Zo, en toen zat onze wandeling erop en zijn we beland in de car wash met hondjes. Ze zijn dit gewend, dus dat is niet heel spannend voor ze. Maar het was wel eens tijd dat we met de auto door de car wash gingen. Dus dat ga ik nu doen. Dan is het tijd om naar huis te gaan. Dan ga ik alvast wat spulletjes inpakken, want morgen gaan we wel naar huis. Ik moet nog naar de dierenarts vandaag met een van de douzen. En even vlooi en tekenspul halen voor hun. En ik heb vanavond nog showtraining met Fender en een van de douches. Dus we hebben nog een hele planning vandaag. Maar eerst dit even laten gebeuren. In de auto, niet alleen, alle honden zijn weer mee, natuurlijk, ik ga nergens heen zonder de honden, maar deze kleine bruine vriendin, die is ook even mee, die moet heel even naar de dierenarts, want heeft een van haar tepeltjes ontstoken, en als het goed is deze mevrouw ook drachtig, dus dat is iets wat we niet in de wind moeten slaan, dus ik heb mam net afgezet op haar werk, bruintje peren ingelaaien, zo heet ze niet, ze heet Jules. En dan gaan we even naar de dierenarts, en dan weer op naar huis, even wat eten, en dan is het tijd om richting de showtraining te gaan. Dit wordt Fenders tweede lesje, dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Maar ik ga rijden, dus ik doe de camera weg. Iemand heeft heel duidelijk geen zin om mee naar binnen te gaan, hè, Jules? Blijf je hier liggen? Nee, Jules, je moet even mee. Kom, Jules. Kom. Kom. Ik denk dat ik die naar binnen kom en dragen, want deze meid haat de dierenarts. Hé, Jules, kun je wel wat zien? Jawel, voilà. Zo, wij gaan even een plasje doen en dan gaan we naar binnen. Ik neem die jongen even mee, want die houdt zijn mond niet als ik hem achterlaat in de auto. Dus die mag mee met Jultje naar binnen als morele steun. Hè, vader? Ja, dat doen wij, ja. Jules, gaan we nou naar binnen? Ja, gaat Jules mee? Zo, ik ben weer klaar. Jules, die zit daar. Lekker te zitten. Het was waarschijnlijk gewoon geïrriteerd. Omdat ze drachtig is, kunnen we niet echt iets gaan doen met antibiotica of zo. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Ze krijgt straks een mooi pakje aan dat ze niet meer kan likken. En dan hopen we eigenlijk dat het vanzelf zo wegtrekt. Dan hoeven we in ieder geval niet met antibiotica of zo aan de slag. Want dat is natuurlijk niet goed voor een teef die misschien drachtig is, misschien niet. Het kan in principe geen kwaad, maar we gaan liever niet met medicijnen aan de slag. Dus ik heb hier ook het spul liggen voor de hondjes. Voor hun teken en vlooien en al dat soort dingen. Want die zitten in Hongarije echt belachelijk veel. Dus die kan ik ze straks geven. Ik ga nu richting huis. En dan ga ik een van de schapendoezen scheren van mijn ouders. Daar was ik al aan begonnen, maar die moet ik nog afwerken. Dus dat ga ik dadelijk even doen. En daarna is het tijd om richting de ringtraining, oftewel de showtraining van Fender te gaan. Dat is een team waar ik heel lang heb getraind, maar waar ik ook ben gestopt. Dus het is ook wel heel leuk om al die mensen weer te zien. Maar dat is iets voor vanavond. Nu dadelijk eerst even een van de doezen voor mam. Kort weekend. Het is alweer bijna tijd om richting de showtraining te gaan. Dus ik ga heel even een paar dingetjes verzamelen die ik nodig heb voor mijn les. En dan is het alweer tijd om te gaan. Ik heb hier achter mij op tafel, daar, staat een bak met worstjes. En die rode, die is een poging aan doen om in de stoel te kruipen. Kijk. Want ja, hij wil die worstjes hebben. Dat is een hond, echt waar. Kan ook maar meteen dit hoor. Maar dus...
Deze bak, die gaat mee. Daar zitten allemaal worstjes in voor Fendertje en de douche. En dan moet ik mijn showriem gaan pakken. Die liggen in de kelder. Hier. Dat zit hierin. Ik neem die niet allemaal mee hoor. Kijk, dat hele ding zit vol. Met allemaal verschillende showlijnen. Fender heeft als het goed is een groene. Kijk. Tadaa. Die heb ik een hele tijd geleden een keer zelf gemaakt. Die is van leer. Hebben we al heel lang niet gebruikt. Maar ja, die nemen we dan mee. En dan heb ik nog een buideltje of zoiets nodig waar ik die worstjes in kan doen. Want ik heb een hardloopbroek aan zonder zakken. Dus het is wel handig als ik ook iets van dat meeneem. En dat zit daar in de zak. Want ik heb er al wat aan ingepakt. Omdat we morgen dus naar huis gaan. Maar dat kan ik nu wel eruit gaan halen. Het ligt helemaal op de bodem. Dus dat ga ik even allemaal verzamelen bij elkaar. En dan pak pap zo zijn spullen voor Nova. De schapendoes die meegaat. Die kan ik wel even laten zien. Kijk, dit is het douchebeest wat meegaat. Die kennen jullie als het goed is al als je ons langer volgt. Want Nova is een keer mee geweest naar een hondenshow. En dat heb ik toen ook gefilmd. Maar deze gaat gezellig met ons mee. Naar de showtraining. Of ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Wij gaan gezellig met haar mee naar de showtraining. Want zij traint daar elke week. En ik natuurlijk niet meer. Dus we gaan mee naar Nova's training. Hè Nova? Ja. Maar ja, ik ga wat spulletjes verzamelen. De laatste dingetjes. En dan is het alweer tijd om richting Hoesbroek te gaan. De plaats waar wij vroeger hebben gewoond. Daar worden lessen georganiseerd. Ondertussen staat Stumpy hier op tafel. Want daar stond net die bak en daar ligt nog, daar, Laia, daar ligt nog plastic van die worst. Dus dat ga ik even opruimen. Want ja, dit, en dat kan gewoon aan bij oma Jaat, hè Laia? Nova, jou. Ik ga dit opruimen en ik zie jullie dadelijk wel terug als we daar zijn. Stout, stout, stout. Stout, stout, stout. Nova, wat doe jij nou? Fender heeft even een snelle plaspauze voordat de les begint. En dan moeten we daar naar binnen, want daar is onze les. Dus ja, even kijken dat die jongen snel gaat plassen. Dan kunnen we gaan, hè jongen? Ja. Terug, doet hij terug?
Kom nou. Nova gaat dan niet zelfstandig en die moet je tillen natuurlijk. Kom Nova, spring. Hey. Die doet dat niet, hè? Nee. Het is vandaag vrijdag en eigenlijk was het nu de planning dat wij ergens halverwege Duitsland zouden zijn. Op weg naar huis in Hongarije. Maar zoals je kan zien sta ik nog steeds in de keuken bij de douze. Want wij zijn nog niet vertrokken. Wij hebben er een extra dagje aan geplakt. Wat we gisteravond hals over kop hebben besloten. Zoals jullie weten krijgen wij schaapjes en die komen dit weekend. Maar jullie hebben ook al kunnen zien dat wij nog niet omheind is. En dat is omdat wij nog waren aan twijfelen wat we gingen doen qua omheining. Of we hetzelfde schapenhaakwerk gingen gebruiken als dat we in de tuin hebben gebruikt. Maar of toch voor iets anders gingen. Zoals bijvoorbeeld betonpalen met draad of houten palen met draad. We waren er gewoon nog niet over uit. Dus we hebben besloten om nog heel even te wachten. Dan kunnen we nog even lekker doortwijfelen. Ik denk dat het houten palen gaan worden met draad. Maar dat is waar we het nu over hebben gehad. En dat zal het waarschijnlijk ook wel worden. Maar we zijn nog niet helemaal zeker. Dus hebben we als tijdelijke oplossing hier een paar dozen liggen. Dat zijn er vier. Daar zit schapennetten in. Dat is gisteren geleverd. En daar hoort nog een stroomapparaat bij. Maar die is er nog steeds niet. Die zou hier 3 dagen geleden al zijn eigenlijk. Maar dat is niet gebeurd zoals je kan zien. Want hier staan 4 dozen. En dat zijn de 4 dozen waar het net in zit. Maar er staat geen extra doos waar het stroomapparaat in zit. Dus het stroomapparaat hebben wij gewoon nog niet binnen. En die zou vandaag, dus op vrijdag binnenkomen. Ergens tussen 5 uur 's avonds en 7 uur 's avonds. Dus hebben Pascal en ik besloten om nog een dagje langer hier te blijven. Dan wachten we op dat stroomapparaat. En dan vertrekken we gewoon een dagje later naar Nederland, naar Hongarije, terug naar huis. Als we het stroomapparaat hebben. Dus dat is een beetje de bedoeling. En daarom zijn we nu nog hier. We zijn gewoon aan het wachten op het stroomapparaat. Maakt niet heel veel uit. Het is vandaag echt super slecht weer. Dus ik ga denk ik gewoon een dagje hier relaxed thuis rustig aan. Vanavond laat ga ik nog een rondje met Anke, met die vriendin waar ik gisteren mee ben geweest. Met rondjes naar het bos. Ik hoop dat het dan droog is. Waarschijnlijk niet, want het is en blijft natuurlijk Nederland. Ik denk dat ik gewoon vandaag niks ga filmen, want het is niet heel interessant. Ik blijf lekker binnen, vanavond wandelen. Misschien in de regen, misschien is het droog, maar dat zien we morgen wel. Ik ga heel even de douzen naar binnen roepen, want die zijn buiten blaffen. Oké, de douzen zijn wel binnen, maar dus ik denk niet dat er vandaag heel veel leuke dingen zijn om voor jullie te filmen. Dus ik denk dat ik de camera gewoon morgen erbij pak als wij weer terug richting huis gaan. Dus tot morgen! Laat je de regen, jongen, dan sta je onder het afdak, hè? Dat is een beetje slimmer, hè? Oh, nee! Jij bent gewend aan het Nederlandse weer, hè, Nova? Ja, Nova houdt wel van regen. Ja, kom, we gaan naar binnen. Mooi, het regent. Jakkes, Sabo, knijpen met de boogjes. Oh, nee, regen. Goedemorgen, het is vandaag een vrijdag en vandaag gaan wij terug richting Hongarije. Ik ben nu even bezig met de laatste dingetjes in de auto te leggen. Ik heb ook bijna alles erin nog. Even de deur in doen, we zijn onderweg. Dit nog, vleesknuffel en een kussen voor in de auto te zitten. En dan heb ik eigenlijk alles erin zitten. Dus dan is het tijd om... Leg deze in de bench. Dan is het tijd om de hondjes in te gaan laaien. En dan ga ik heel even met die... naar Nanof denk ik, naar die wei waar ik al een paar keer ben geweest deze week. Even een klein rondje dat ze hun behoeftes kunnen doen en een beetje energie kwijt. En dan is het al tijd om Pascal op te pikken. En dan kunnen we richting huis. Hebben we wel zin in. We hebben hier alleen maar regen en in Hongarije is het tussen de 26 en de 30 graden. Dus het is tijd om een trui en een regenjas in te gaan wisselen voor een t-shirt. Maar nu eerst even hier alles afronden en dan kunnen we vertrekken.
bijna vergeten, maar deze pot met paaseitjes en de lievelingssnoepjes van Pascal, die kan natuurlijk niet ontbreken, dus die gaan we gauw in de auto zetten. En dan is het tijd om de hondjes in te laaien. Zo, we zijn vertrokken. Ik heb net hooi gezegd tegen mam, dat heeft zij weer gefilmd voor op haar Facebookpagina. Dus ik zal even vragen of ze dat kan doorsturen. Misschien wel grappig om te zien. Dag meisje. Dag meisje. Hè? Dat ze wel fijn kind spelen in Hongarije. Hè meid? Hè? Dag schattekes. Hè? Jetje en Jos vonden het leuk dat je er was. Hè? Goed, je weer naar huis. Dag Vender. Dag boefies. En ja, we gaan nu even de auto volgooien. Het moet worden getankt. En daarna is het tijd om met de hondjes even snel een klein stukje te wandelen. En dan gaan we Pascal ophalen. En dan kan onze reis van het eind beginnen. En dan hoop ik dat we geen file hebben. Dat de reis een beetje spoedig verloopt. Dat we rond 12 uur vannacht, 1 uur vannacht thuis zijn. Waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Maar dat is wel een beetje ons streven. Dus we gaan zien of dat gaat gebeuren. Ja of niet. En we nemen jullie natuurlijk mee tijdens onze reis van Nederland naar Hongarije. Kijk wie daar weer is. We gaan naar huis. En Bowie? Naar huis, naar huis, naar huis. Naar huis, naar huis. Ik ga naar huis. Ik ben nog echt wat te vaksierloos. Doet jullie papi raar even door. Wij zijn gestopt bij het pijnstation voor de eerste plaspauze van de honden. We hebben nog een hele rit te gaan. Maar eerst even een plaspauze en dan gaan we wel verder. Ik loop hier nu met Bo en Lee. Pascal heeft net Sanna en Vander gedaan. En dan is het tijd voor de honden die in de bank zitten natuurlijk. Die willen ook een plasje doen. En dan is het tijd voor koffie en dan gaan we wel verder. Dag boys! Je zit lekker in de knoop, hè? Moeten jullie ook plassen bij vies? Ja, ik ga de riempjes pakken, goed? Hey, ook hier! Wat leuk! Dag Shadow! Shadow wil ook met mij, dat zegt hij. Ja, ik vind een goede boy, hè? Jij ligt lekker te slapen, ik weet niet. Ja, ik weet niet. En de Shadow. En Lucky. En daar hebben we het kasteel. Het is het kasteel van Doornroosje. Doornroosje heeft daar vroeger in gewoond. Samen met Sneeuwwitje. Het is alweer bijna 6 uur, dat betekent tijd voor de tweede stop voor de hondjes. We gaan hun zo even voeren, uitlaten, water geven, dat soort dingetjes. En dan is het nog 342 kilometer tot de grens in Sopron. Dus we zijn goed op weg, maar we zijn er nog lang niet. Pascal is heel even tanken en dan kunnen we hondjes uit laten verzorgen. En dan gaan we wel verder, want met stilstaan komen we niet thuis natuurlijk. Het wordt wel laat dat we thuis zijn. Volgens mij pas rond 12 uur is een beetje het streven tot nu toe. We hebben tot nu toe 4 files gehad en een halfje. Dus ja, het gaat op zich redelijk goed. Ah, oh, daar komt Pascal met eten. Oh.
Spies, 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 spies. Kom op, spies. Let's go! Hey Bo, ben je nog steeds hier? We zijn in Hongarije. Tijd om te wisselen en dan rijdt Pascal het laatste stukje op naar huis. Toch? Vind je nog leuk? Ja. Fantastisch. Wij zijn weer terug thuis in Hongarije. Het is nu 1 uur bijna. Dus ik ga de hondjes voeren en dan gaan wij naar bed. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef het een like, abonneer op ons kanaal en laat hieronder een leuke reactie achter. En dan zien jullie woensdag weer terug bij een nieuwe vlog. Gewoon hier uit Hongarije. Doei!